Straks de weersverwachting met Gerrit. De eerste aandacht voor een nieuw weerbericht, het energieweerbericht. Want die twee, energie en weer, hebben meer en meer met elkaar te maken. Dus is het tijd, vindt een aantal bedrijven en organisaties, zoals het KNMI en de GasUnie, voor een nieuw weerbericht op hun eigen site te vinden. En als je het aanklikt, dan zie je dit. Het zou je natuurlijk niet verbazen dat de zonkracht nu heel snel minder gaat worden. Het voorbeeld komt uit Frankrijk. Daar is wind- en zonne-energie heel belangrijk, omdat enkele kernreactors daar stil liggen voor onderhoud. Zij verwachten dat ook Nederland meer kan besparen op kolen en gas door te vertellen op welke tijden zon en wind het meeste leveren. Ja, ik denk dat veel mensen nog gewend zijn dat je het beste 's nachts energie kunt gebruiken en overdag wat minder. Maar dat verandert gewoon omdat ons energieaanbod tegenwoordig voor een groot deel door de zon en de wind wordt geleverd. En dat is hartstikke goed, maar iedereen weet ook dat de zon en de wind hun eigen gang gaan. Dus gebruik die zonnestroom wanneer die er is. Gebruik die windenergie wanneer die er is. Want dan hoeven we niet die gascentrales aan te zetten. En dat geldt dus ook als je zelf geen zonnepanelen hebt of een windmolen in je tuin. Klopt, dat is goed voor ons energiesysteem als geheel. Ja, en met een extra dekentje of wat warme kleding kan de thermostaat ook een paar graden lager. Goed voor milieu en goed voor portemonnee. Tot volgende week. Wat mij betreft is die goed. En we gaan naar Gerrit. Fijne ontwikkeling dit. Ja, ik denk dat het een goede zaak is om bewust te worden